Dat is wat een ongelooflijke campagne. Ja, inderdaad. We zijn heel blij met de campagne die we gehad hebben. Het was wel zwaar. Eerst al de kwalificatie om in een groep te geraken was al zwaar. Eens dat we deze groep geloot hadden, dan waren er niet veel mensen buiten onze fans die ons kans gaven in deze groep. Maar we geloofden erin en uiteindelijk zijn we ongeslagen in de groep en staan we daar mooi bovenaan. Dus, proficiat aan iedereen die bij agent wordt. Over zwaar gesproken, tweede helft, dat was ook wat, hè? Ja, inderdaad. Misschien een beetje decompressie van de eerste helft. Ik denk dat we in de eerste helft getoond hebben dat we gewoon beter zijn dan dit team. Het ging gewoon goed en makkelijk eigenlijk. Spijtig dat we niet 2-3 keer meer scoorden, denk ik. Maar de tweede helft was natuurlijk wel een beetje een ander verhaal. Maar ik denk dat we het gewoon positief moeten bekijken. En, ik denk dat er periodes zijn geweest vroeger waar dat we zo'n soort wedstrijden nog een tweede goal slikten en dan die wedstrijd niet wonnen. Dus dat hebben we vandaag wel gedaan. Dus er zit evolutie in deze ploeg en we moeten gewoon proberen dat vast te houden. Met welke ambitie ga je nu naar de volgende ronde, wetende dat je in de hele campagne 12 wedstrijden slechts 1 keer verloren hebt? Nou ja, dat is een beetje het... Het gevaar, hè. Ik denk in de volgende 2 wedstrijden is gewoon het enige dat telt is winnen. Want 1 wedstrijd verliezen kan al dramatische gevolgen hebben. Dus ik denk dat we gewoon moeten genieten van wat er geweest is. En van de mooie campagne die we gehad hebben. Maar ik denk vanaf morgen moeten we die achter ons laten. Hoe spijtig het ook is. Maar gewoon volop focussen op de komende wedstrijden die er gaan aankomen. En ook de wedstrijden na nieuwjaar in de Europa League. En, hopelijk loten we een mooie tegenstander en gaan we gewoon 2 schitterende wedstrijden zien en kunnen we nog een ronde verder gaan of kan onze droom blijven verder bestaan. Dat is mijn laatste vraag. Wat is jouw ambitie? Wat wil jij voor de volgende ronde? Haalbare tegenstander en een ronde verder gaan of een mooie naam? Nee, ik denk het is en blijft voetbal. 2 keer 90 minuten en de beste zal winnen. Dus maakt niet uit tegen wie we loten. Ik denk dat er al genoeg... kleinere ploegen gewonnen hebben tegen grote machten waar dat iedereen geen kans aan geeft. Dus in onze groep was juist hetzelfde. Ik denk dat er heel veel mensen dachten dat we derde of misschien vierde gingen worden. Maar wij geloven in onszelf. De fans geloven in ons. En hier thuis zijn we moeilijk te verslaan. Dus alles is mogelijk. Het blijft voetbal. Dus.